Zeg eens kort, wat jij verwacht van de Jokerweek? Een hele week intensief bezig zijn met architectuur. Eenzelfde trend als vorig jaar. Vorig jaar was het heel geslaagd. Smakelijk. Dat de beste week van het jaar gaat worden. Veel feesten en veel mensen leren kennen. Een week zonder stress. Een paar vreemde situaties en ja, een mooie uitdaging. Een keer op een andere manier met architectuur ook, man. Ja, leuke project zeker. Ik weet niet wat ik eigenlijk moet vragen. De architectuur bezig zijn en toch plezier maken. Mooie foto's. We weten eigenlijk niet echt wat we van de Jokerweek moeten verwachten, want het eerste jaar. Veel werk en feest. Dat het leuk gaat zijn, dat we veel in contact komen met oudere jaren. Vooral creatief zijn en samenwerken. Een toffe groep, hè. En heel eigenlijk. Ik hoop dat de studenten heel veel plezier hebben eraan. En dat het resultaat super is, hè. En dat we er iets kunnen mee doen achteraf, wie weet. Nee? Ik verwacht er niet zo heel veel van. Omdat ik nog niet zoveel heb opgezocht over het thema en zo. Maar ik verwacht dat we subiet wel veel uit gaan krijgen over wat het allemaal gaat gaan. Ja, ik ben al benieuwd hoe dat is in vergelijking met vorig jaar. Nee, want vorig jaar wist ik ook zo niet goed hoe dat ineens zat. Een nieuwe ervaring. Een keer omgaan met ouderejaars. Hoe dat die erover denken en wat die allemaal juist doen om tot iets te komen. Ik kom juist uit mijn bed. Ik verwacht veel van de Jokerweek. Ik hoop dat het veel gevarieerd gaat zijn. Wat praktische dingen, wat theoretische dingen. En het ziet er al goed uit. De site ziet er goed uit. Als je dan tekst moet schrijven en zo. T-shirts zijn wel mooi. Vol een bak powerdown te gaan. We staan in voor de logistiek. We gaan er volledig voor. Wij verwachten met onze groep heel intensief werk. Wij gaan echt heel hard werken. Wij hopen vooral dat we samen met studenten veel kunnen doen. Maar we zijn zelf zeer curieus om in één week tijd en Hans theoretisch concept een keer volledig in de praktijk door te trekken. Ja, vooral veel werk neem ik aan. De vijfdejaars die worden ieder jaar afgebeuld, zoals gewoonlijk. Maar ik zie het wel zitten. Allee, ik doe het met plezier voor onze vakgroep, voor de medestudenten. Niet al te veel stroom uit pannes. Ik heb vooral een hoop voor de Jokerweek, omdat ik heel veel negatieve of grote schuldgevoelens richting architecten en architectuur geprojecteerd zie. Hoop ik dat de Jokerweek misschien een soort van positieve noodzaak van architectuur kan aantonen of wakker maken bij de studenten. Fun! Het is de eerste keer dat zoiets niet praktisch is, dus ik zal me een beste literaire kant laten zien. Ja, veel punten verdienen voor ontwerp. Achtermee de jokers. Nog voor het ochtendauw was verdwenen van de pelouzen, was menig architectuurstudent reeds verzameld aan het welbekende bouwsel, dat door zijn naam doet vermoeden banden te hebben met buitenaars leven, u allen ook welbekend onder de naam UFO. Ook de Verenigde Pers was aanwezig om het heugelijk moment vast te leggen. Binnenin één groot auditorium werden zij hartelijk verwelkomd door de opperridder van de jokerfeesten. Ondanks zijn moedig hart stond deze iets wat te trillen op zijn benen bij het aanzien van de grote groep hongerige architectuurwelpen. De druk was groot, maar de prestatie was bewonderenswaardig. Daarop volgend een informatieve, doch ludieke uiteenzetting van de heer Van den Abele, die ons op de hoogte bracht van de toestand van moeder natuur en hare krachten. Bedankt meneer Van den Abele, en bedankt moeder natuur. De hongerige magen konden godzijdank gespeest worden met een massa artisanale broodjes die hun rode vlaggen trots lieten wapperen in de wind. De sossen zouden fier zijn. Bij de zoektocht naar de meest omvangrijke hersenmassa had niet elke deelnemende titanen tot dag. Hoewel het vrouwelijk geslacht het voortouw leek te nemen in de strijd, kwam de overwinning alsnog uit een andere hoek. De winnaar werd gelauwerd en kreeg eeuwige roem. Gefeliciteerd! En terugkijkend op de voorbije jokerfeesten, stellen wij vast dat enkele oudgedienden reeds lange tijd in het plateaugebouw ronddwalen. Sommigen zijn nog geen haar veranderd. Eindelijk zijn we ervan overtuigd dat Van Severens haar een andere levensvorm is. Anderen experimenteerden met jeugdige kapsels en hippe kleren. Dat weet de koe altijd te appreciëren.
Dus u bent ingenieur eigenlijk in de pipeline design. Hoe bent u eigenlijk dit boek begonnen schrijven? Wel, ik ben werkzaam als pijpleidingingenieur, dus ik ontwerp pijpleidingen om olie en gas te transporteren. De waarheid wil dat Lieve Scheire het boek geschreven heeft en ze zochten een bv om op de cover te staan en zo zijn ze bij mij gekomen. Nee, het is omgekeerd gegaan. Lieven had reeds een boek geschreven over de fysica. En de uitgever had hem benaderd met de vraag, wat als de olie op is? En zijn antwoord was, hoe zou ik dat moeten weten? Maar ik ken iemand die in de olieindustrie werkt en dan is hij bij mij komen aankloppen van, heb jij daar een idee over? Toen het boek uitkwam, werden wij uitgescholden door de Groenen en kregen wij bakken kritiek van alle oliebaronnen. En Lieve Scheire vond dat een goed teken. Dus dat betekent dat op zijn minst dat het inderdaad dat het nuance legt of dat het op zijn minst een stem laat horen. En vandaar dat ik zelf ook soms spreek van een doofstom debat, omdat zowel de mensen uit groene hoek als de mensen uit donkere hoek dan, zeg maar, die olie- en gasindustrie, hebben een zeer uitgesproken mening die sterk conflicteert. Het was niet onze ambitie, ik heb dat later in de kranten gelezen, dat we een milieuboek geschreven hadden. Dat was niet onze ambitie, het was althans mijn ambitie, om een staalkaart te bieden van welke voorraden zijn voorhanden? Wat als de olie, wanneer is de olie op? Wat als de olie op is? En wat zijn dan de meest valabele alternatieven? Dus om het volledige kaart, of het volledige landschap beter in kaart te brengen. En dan moet je onvermijdelijk, als je over steenkool spreekt, als je over de verbranding van fossiele brandstoffen spreekt, moet je onvermijdelijk over klimaatproblematiek spreken. Het was niet onze originele insteek, maar je fietst er wel voorbij. Lieven schrijft in het boek onder meer, dat vaak zeggen mensen, de natuur zal een nieuw evenwicht vinden. Maar de natuur op zich is in evenwicht. Dus wat de klimaatopwarming ook wezen, of waar we ook naartoe gaan, dat ecosysteem op zich zal een evenwicht vinden, maar het is zeer de vraag of wij nog steeds in dat evenwicht zullen passen. Helemaal op het einde van het boek en ook op het internet staat een zeer mooie website, The Story of Stuff, waar het verschil gemaakt wordt tussen een lineair consumptiedenken, waar u aan refereert, dus je koopt een gsm, je belt er een jaar mee, je gooit hem weg, en dan put je voorraden uit aan de ene kant, je verbruikt ze heel even en dan gooi je ze op een enorm grote afvalberg aan de andere kant. De Story of Stuff pleit om die pijl, om dat lineair consumptiedenken om te buigen tot een cirkel, om dus inderdaad veel meer naar duurzaamheid, naar recyclage te gaan denken. Er wordt ons altijd gezegd dat wij een hele grote rol gaan spelen in dat energieverbruik, omdat gebouwen en woningen tot 30% van de uitstoot van CO2 vertegenwoordigen. Verdenkt u inderdaad dat het heel belangrijk is, architecten daar goed in opgeleid zijn en dat die iets kunnen veranderen aan het systeem? Wel, ik denk dat in heel de problematiek van de olieschaarste of van de schaarste aan energie, dat het belang van de architect niet overschat kan worden. Ik zei daarnet, het is relatief beperkt, energieverbruik voor residentieel gebruik, dat was olie. Dus er wordt relatief weinig olie gebruikt voor die doellijnen, zeker als je het vergelijkt met transport. Er wordt behoorlijk wat aardgas gebruikt voor verwarming en voor residentieel verbruik. Ik denk als je kijkt naar het gebruik en het verbruik van fossiele brandstoffen, maar aan de andere kant ook efficiëntie als energiebron van de toekomst, dat de architect daar een sleutelrol kan, zal en moet spelen in de toekomst. Well, het was 23.000 uur of 32.000 uur, als ik het mij goed herinner. Dus het is al een potentieel dat daar is. Het blijft natuurlijk inderdaad maar een week. Je zal maar eens een longontsteking hebben deze week, dan heb je het volledig gemist. En dan word je, bij wijze van spreken, om het cartoonesk te zeggen, dan word je architect zonder het te weten. Dus op zich kan het niet volstaan een week, maar ik denk dat het zeer, zeer dankbaar is om een jokerweek rond dit thema te hebben, opnieuw, gewoon om het onder de aandacht te brengen. Goedenavond, wie bent u?
Ik ben de energieguru. Mag ik even binnenkomen? Dat komt eigenlijk nogal ongelegen uit. De elektriciteit is net gesprongen, ik wil een boek lezen, het zit allemaal tegen. Ik wist het, daarvoor ben ik hier. Kom binnen. Ja, zoals wij kunnen zien, geen elektriciteit, hè. Dat is geen probleem, ik zal het wel oplossen. Stort als ik rook, geen probleem. Lukt het een beetje, guru? Ja, ik zal het wel oplossen. Kijk, ik ben achter u. Waar? Daar. Wat? De lantaarnpaal. De lantaarnpaal? De lantaarnpaal is een deel van de oplossing. En kijk eens daar. Spiegelroos? Inderdaad. Spiegels reflecteren licht. En de combinatie van beide gaat de oplossing bieden. Ik ben benieuwd. Hield haar adem in terwijl ze haar hemdje uittrok. Onwillekeurig kneep ze even haar ogen dicht. Dank, guru. Van de Jokerweek is een hypothese. Stel je voor dat de energie, beschikbare energie voor bouwen en wonen plotseling terugvalt op 10% om een of andere reden. Hoe werk je in een situatie waarin de beschikbare middelen en vooral energie terugvalt op een minimum? Er is een bezorgdheid die bij een aantal van de collega's en zeker ook van de studenten gegroeid is de laatste jaren. En zeker ook een beetje de inspirator van deze Jokerweek, Lionel de Vlieger, is iets waar hij ook professioneel en met zijn bureau. Wat wij eigenlijk doen is alternatieve middelen vinden om grondstoffen die al bestaan onder de vorm van materialen, restmaterialen of vergelijkbare, van daar middelen voor te vinden om die weer in te zetten. Op welke manier springt Powerdown en de Jokerweek dus uit de band als eigenlijk dat thema energie volgen dat dreigt een alles overheersend en bijna banaal thema te worden? Wel, ik weet niet of het echt uit de echt een soort uitzonderlijk evenement is, thematisch. Het discours over energie is inderdaad alomtegenwoordig, maar is heel erg gestuurd. Het is iets wat op heel veel plekken aan de orde is en niet zonder dubbelzinnigheden natuurlijk. Woningen meer gaan isoleren, inderdaad het installeren van fotovoltaïsche panelen of
dubbelglassen en driedubbelglassen en reflecterende beglazing en dergelijke, is uiteraard ook allemaal aangestuurd door de bouwmaterialenindustrie. Dus de hele duurzaamheid en de verwijzing naar natuur en naar verantwoord gedrag met betrekking tot grondstoffen en zo, is een chameleon. Deze jokerweek is er ook een speciale output? Nu, ook omdat groepjes allemaal op verschillende dingen werken en het dus wat moeilijker is om te communiceren en een overzicht te krijgen, wordt aan het einde alles samengebracht in een publicatie. Het is gewoon een instrument dat we voor onszelf aan het aanmaken zijn. Net zoals dat je je eigen messen gaat scherpen of een ander werktuig voor jezelf gaat gaan aanmaken. En blijft dat boek dan eigenlijk binnen onze faculteit of wordt het eigenlijk ook uitgebracht op de markt? Nou, dat moeten we zien. We moeten een beetje zien welk materiaal eruit komt en de kwaliteit en wat we er zelf van vinden. En dan moeten we zien, is dat een website of maken we een publicatie of een publicatie met een deel van het materiaal? Ik verwacht van de studenten dat ze gewoon nieuwsgierig zijn. Start plotter. Poging 1. Maak een keer plot. Dat is voor piranesietje. Allee. Stoute plotter. Heb je al ervaring met software? Ja, absoluut. Ik ken Autodesk Viz, Rivet, Rhino, Maya en gisteren heb ik mezelf nog GC geleerd. Ja, Sketch, ja. Welke architect is een inspiratiebron voor jou? Wel, dat hangt af van hoe ik me voel. EVR en Ronnie de Meijer. Zadie? Ik vind telefoon van Lady Gaga echt kwijt niet goed. Heb je relevante werkervaring? Ja, zeker. Ik heb enkele maanden gewerkt in het maquetteatelier van Robert Venturi. Wel, ik ben naar de receptie van de opening van de UFO geweest. Ja, bij Salami Imperial. Wat verwacht je eigenlijk van het loon? Hoe meer, hoe beter. En misschien ook wel in het zwart. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Iets van een 1200 euro, maar wel met een plooifiets inbegrepen. Goh, dat maakt echt niet uit. Ik doe het echt voor de ervaring. Proficiat, u bent aangenomen. Hoera! Gerard Verkest. Francine Verkest. De architect. Waarmee kan ik jullie helpen? Ah, wat zit er zo bij Grondekort en Mavikoven? Kent je dat, Bovenkoven? Dat is een deelgemeente van Arlebeek. Ja, maar we zonden wel in de nus zijn. En vermette stijl, mijn buiten kunnen. Kan dat? Is dat moeilijk? Ik heb dat wat gezien met mijn vriendinnen en ik zou dat ook wel. Dat was zo'n fontein, maar dat stond in nul. Dat was eindelijk. Ja, ja, ja. En dubbelglas, dat moet in. En zonnepaneel. Ah, dat hoeft voor het milieu. Dat hoeft voor en een dubbele garage. Een dubbele garage. En dat voor onze hummer, nee. Ja. Kan dat? Is dat moeilijk? Maar ja, maar zou dat moeilijk zijn? Kan anders wel een voorontwerp maken. Ah, maar voorontwerp. Wacht, we hebben ook al wat tekenen, hè. Deze. Kijk. Ja, maar je kan goed tekenen, hè. Ja, ja, ja. Ik was ons van eerst voor mijn klasse verkeerd. Kijk ze met de garage, de living. Ja, maar de keuken, en de fonteinen, ja. Fonteinen aan de buitenkruinen. Ja, en hier deuren. Komt je binnen. En hier dat tap naar boven en dan ook hetzelfde om mee baden. En ook een raindance. Ja, de raindance. De botkamer. De botkamer hier. Hier, de botkamer. De boven de fonteinen. Kan je dat doen? Goed, ik moet naar de bouwkamer. Ja.
De zon. Ja. De vel. Nee. Toch. De zon. Nu niet, oké. Maar soms kan de zon toch wel heel fel zijn. En ja, nu niet. Wel, zie. Ik heb een kurk. Dit is kurk. En soms kan kurk absorberen de zon. Ja, maar misschien... But I remember the time there was a fireworks display in the village.